Dus als jullie dat een keer willen, dan moet je daar. Zo, goedemorgen. Ik ga voorlezen over boer Boris. Het zijn hele mooie tekeningen in het boek. Je moet goed luisteren, maar ook kijken naar de plaatjes van boer Boris. Maar jullie hebben het verhaal al een keer gehoord. En daardoor kan je nog veel beter luisteren. Dan gaan we naar het eerste plaatje. Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee. Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat neemt Boer Boris mee? Zijn kammetje, zijn onderbroek, zijn knuffel. Zijn laarzen. En dan komt zijn jas. Want als het koud en regen is, dan komt een jas van pas. Mijn laarzen nog, Boer Boris boer. Mijn rode parasol. Oh nee, Boer Boris. Nee, nee, nee. Je koffer is al vol. Boer Boris zegt. Hé, weet je wat? Ik neem de tractor mee. Hij zet het koffertje erop. Het schep, de parasol. Moet je kijken, roept hij uit. Hij is nog lang niet vol. Komt Clara en haar lieve kalf. Die moet ook nog mee. Oh nee, Boer Boris. Nee, nee, nee. Wat moet een koe aan zee? Ze rijden over straten tot aan het einde van het land. En moet je nou eens kijken hoe dat eruit ziet. Dan zie je de zee, dan zie je de duinen, dan zie je het strand. Ze zijn er eindelijk aangekomen. Met z'n allen. Iedereen is mee.